Drie militaire instructeurs van het Civil Affairs Team uit de Verenigde Staten hebben een maand lang kennis en ervaring met Surinaamse militairen uitgewisseld over humanitaire hulpverlening bij rampen. Het gaat onder meer om medische hulpverlening, het nemen van verschillende hindernissen bij het evacueren van slachtoffers, informatiemanagement en het werken met landkaarten om de situatie binnen een bepaald gebied goed in beeld te brengen. Met deze training is de kennis van de Surinaamse militairen zowel theoretisch als praktisch aangescherpt. De afdelingen die hieraan hebben geparticipeerd zijn de Militaire Geneeskundige Dienst, Opleiding en Operaties, Personeelzorg en Civiele Militaire Relaties, de Luchtmacht en de Marine.